Professor Hein van der Walt is een bariatrische specialist in Centurion. Hij is vandaag hier om een medisch licht te werpen op die nieuwe gier van chirurgische oplossings vir vetsig. Baie welkom, Hein. Dank je, Jan. Is dit zo dat daar meer en meer mensen is wat hulle toevlug neem tot chirurgische oplossings vir vetsig? Ja, inderdaad. Als een mens kijkt naar die cijfers wereldwijd, dan was daar redelijk een plateau geweest in die 90's met die incidentie van die type operaties, wat ons noem bariatrische chirurgie. Maar van 2000 af en daarna was daar een logaritmische toename in die hoeveelheid van die operaties. Zoveel dat daar zeer zekerlijk goed oor 500,000 van die operaties wereldwijd uitgevoerd verleden jaar. Ja. Vertel net voor ons in een netendop, wat is bariatrische chirurgie? Wat betekent bariatrie? Goed, bariatrisch, die woord komt van het Griekse woord baros af, wat betekent groot. En bariatrisch, soos in pediatrie, dus die studie van. So bariatrie is die studie van groot operaties op vetsig. En die term is eigenlijk in 1991 daar gesteld. Toe bariatrische chirurgie of gewichtsverlieschirurgie nou de formele discipline geraak het. Daar is meer as een discipline vir vetsig chirurgie, is daar nie? Daar is wat die een soort van een omleiding binnenin en daar is liposuiging. Ja, ek denk mense moet onderskei tussen plastische chirurgie en gewichtsverlieschirurgie. Plastische chirurgie is een cosmetische chirurgie, dus heeltemal iets anders. Je gaat zekerlijk een kilogram of twee of drie of misschien meer kan afsnijden, maar ons weet uit die geschiedenis uit dat dit niet weer terugkomt, ongelukkig. Want de vetcel kan 20 keer zijn eigen grootte bereiken. Ja. Terwijl gewichtsverlieschirurgie is chirurgie wat gedaan wordt specifiek om die persoon gewicht te laten verloor. Maar terzelfde tijd moet ik bijvoegen dat die hele claim over gewichtsverlies is eindelijk op de verkeerde kant. Ons kijkt eindelijk naar metabolische chirurgie. In andere woorden, ons doen hier die chirurgie niet om die persoon gewicht te laten verloren. Ons doen ook die chirurgie om die patiënt zijn gezondheid weer terug te geven. Want hier die type chirurgie spreekt baie ziektes aan. Onder andere diabetes, cholesterol, hartziekte, hoge bloeddruk, orthopedische problemen en dies meer. So wat die chirurgie eindelijk doen, is om die persoon zijn gezondheid terug te geven. En is alles behalve cosmetische chirurgie. Je mag cosmetische chirurgie later benodigen, vooral die extra vellen ja, en beetje reconstructie. Maar het primaire doel van die chirurgie is eindelijk om die patiënt zijn gezondheid weer terug te geven. Nou, na die chirurgie vergt het niet ook een nieuwe levenswijze van die patiënt? Nie? Ja, ik denk dat mensen besef dat die chirurgie is een baie klein deeltje van die hele proces. Die patiënten worden gewoonlijk hanteer door een multidisciplinaire span. Daar is een endocrinoloog of internist betrokken, die sielkundige, wat baie belangrijk is in die voorbereiding van die patiënt ten opzichte van die chirurgie en wat daarna gebeurt. Die dieetkundige, voor die hantering van die patiënt en zijn dieetaanpassings wat hij moet maken. En natuurlijk ook die chirurg. En dan andere leden van die span, zoals die verplegingsstaf, die narcotiseer en die smeer. Maar het is baie belangrijk dat de mens beseft die chirurgie is een klein deeltje van die hele proces. So je zit met die hele multidisciplinaire span, wat die persoon dan of die patiënt zal hanteer. Ja, maar daar die omvangrijke span wat betrokken is, kan dit toch zeker niet een goedkoop procedure wees? Nie? Dit is zo, dat is ongelukkig niet een goedkoop procedure. Nie. Deels daarvan is ook omdat. En dat is een van die redes hoekom hierdie chirurgie ook populair geraak het. Ek denk dat was een algemeen bewuswording dat hierdie chirurgie oor gezondheid gaan. So die dokters en die interniste het begin om die patiënt te verwijs vir gezondheidsredes, waar in die oude tijd het altijd gezien het als zogenaamde cosmetische chirurgie. Ja. En die andere rede is dat die chirurgie uitgevoerd wordt door middel van een laparoscoop. Nou, laparoscopische chirurgie, soos we weten, is knoopsgatchirurgie of wat dikwijls genoemd wordt laserchirurgie. Maar die punt is niet, je eindigt niet met een groot opsnij, zit een week of twee in het hospitaal, moet een intensief deurbring nie. Dit is nou minimalistisch. En met die laparoscopische chirurgie is daar ook een populariteit gekomen. Maar dit natuurlijk heeft ook andere kostes meegebring. Maar die hele span natuurlijk, een hele spanbenadering,
Dit kost geld. Als ik moet oordelen aan sommige mediaberichten, wil het lijken of mensen soms in groepen hulle tot een bepaalde dokter of kliniek wend. Die ouse oom, sy neef en sy vrouw gaan allemaal naar diezelfde dokter. Jy gehoor, hierdie dokter het vir Sanny so goed gedoen met haar gewicht. Is dit so? Het dit een modegier geworden? Een modegier sal ek nie eintlik sê nie. Ek dink die gier is eintlik dat mense besef wat die voordele daarvan is. Dit is sekerlik so dat die mense die een of twee gevalle sien, vooral by die mans, dat hy eers sy vrou sal stuur om te kyk of sy die redding kom en of sy dit maak. Proefkonijn. En dan sal hy, weet, daarna kom. Maar as reel, omdat ons die programme dikwels werk in groepsverband, vind ons baie keer dat mense een maat optel langs die pad en dat twee persone miskien saam deur die operatie gaan, saam min of meer dieselfde dag die sielkundige gaan sien, die chirurg, die internis gaan sien, hulle operaties so bespreek dat hulle saam in die hospitaal is. En dit is een onderskragingssysteem om mekaar te help. En dis baie keer soos wat die mens met diepsee duik. Jy weet, as jy gaan diepsee duik, die eerste ding wat hulle jou leer, is jy duik saam met jou maat. Ja, die sogenaamde buddy-buddy system. Ja. En ek dink dit motiveer die twee persone, baie keer ontaard het in een competitie. Ja. Hoeveel het jy verloor, hoeveel het ek verloor. Is bariatrische chirurgie nie in die finale instantie eintlik toch maar die laaste uitweg vir morbide vetsig nie? Ja en nee. Dit is nie die eerste stap wat jy neem vir gewigsverlies nie. En dit is nie die type chirurgie wat jy doen om 5 of 10 kilogram te verloor, omdat jou seun volgende jaar of volgende maand gaan trou nie. Jy moes uit die aard van die saak uit ander diëte gevolg het en daadwerklike poging aangewend het om gewig te verloor. Die chirurgie is iets wat ons aanbied vir mense met morbide vetsig. Maar met die hantering van diabetes het die gewig nie meer so 'n belangrike rol gespeel nie. Ons kyk na wat ons noem die liggaamsgewig indeks. En waar dit aanvankelijk 35 of 40 was, is het nou heel wat laar, want nou gaan jy die patiënt behandel vir sy diabetes type 2 en nie vir sy vetsig nie. So die klem van die chirurgie het weer eens verskuif. Een laaste uitweg, nee. Voorkoming is altijd beter as genesing. Jy moet nie wacht tot iemand hartziekte het, dat hy reeds een beroerte gekry het van sy hoë bloeddruk nie, dat hy reeds skade het as gevolg van sy diabetes nie, dat sy heupe nie meer kan werk nie, dat hy knievervangings nodig het. Met ander woorde, die skade is gedoen. Dan is die operatie te laat. En uiteindelik lyk het my, is die gezondste advies wat 'n mens vir iemand kan gee, om 'n gebalanceerde dieet te volg, oefening te kry, en op daardie manier sy gewig te probeer beheer. So, dit is so. Voordat hulle tot chirurgie wen. Ja. Baie, baie dankie, Hein, dat jy met ons oor hierdie hoogs interessante onderwerp kom gesels het. Dit was professor Hein van der Walt, laparoskopiese chirurg van Centurion.